Oké, okay, daar komt hij. Hoe komen we van die dodo af? Wacht maar, regel ik. Volg mij naar de vrijheid. Ja, leuk, leuk, goed zo. In de studio's in Amsterdam laten Simba en Nala, of eigenlijk Tommy en Joya, zien hoe dat nou gaat zo'n film inspreken. Eeuw! Gaat niet gebeuren, Sazoo. Echt niet, dat nooit. Nala en ik zijn vrienden. Het is heel leuk, ja. Het is natuurlijk echt zo'n grote film. ...dat je daar dan gewoon eigenlijk gewoon door Disney wordt uitgekozen. Dat is heel speciaal. Jaren geleden heeft Disney ook al eens The Lion King gemaakt. In 1994 was dat. Die film was razend populair en nu komt hij dus nog een keer uit in de bios. Maar dan zo. Het is live action en het ziet er dus heel anders uit. En als allereerste in Nederland zagen Tommy en Joya stukjes van de nieuwe film. Het dus was wel heel leuk om te zien. Het is gewoon heel leuk om te zien hoe zo'n film eruit ziet. En dan ben je eigenlijk gewoon het enige jongetje van Nederland die dan die film mag zien. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, dan zit je daar zo op de stoel en dan ga je het doen. Nou, dat is alleen maar heel erg leuk. Want dan zie je alle beelden en wat je, van wat je moet inspreken. En dan mag je het liedje zingen. En dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Alle leeuwen? Zelfs mijn vader. Zelfs Mufassa kwam hier toen hij nog jong was. Waar let je nou op tijdens het inspreken? Uh, in de eerste plaats, natuurlijk, dat het past in de monden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker als het zometeen op zo'n groot scherm komt. Maar het moet natuurlijk ook heel prachtig gespeeld worden. Wij bedenken echt hoe die situatie ja. zou zijn. Uh, ja, gewoon goed op gevoel doen en dat uh, de bekjes goed passen met wat je zegt. En je moet wat lef hebben. Want soms moet je hele gekke dingen doen. Of heel luid. Of stoer. En dan moet je wel allemaal durven. En dan moet je gas durven geven. En niet uh, denken: broer, ik vind het allemaal een beetje gek. En daarom doe ik het maar liever niet. En of het allemaal een beetje goed gelukt is, dat weten de acteurs zelf ook nog niet. Jullie hebben nog niet de hele film gezien. Nee. Wanneer gaan jullie kijken? Nou, als dit uitgezonden wordt, dan ben ik hem nu aan het kijken. Ja. En jij? <laughs> ik ga hem morgen kijken met mijn broer en met mijn schoonzus.